Ik heb ook in de politiek gezeten, toen zei ik het ook al, daar moet je niet bouwen. Nee, Rob Sakke is geen onbekende in Bunnik. Voorheen was hij wethouder, nu actievoerder tegen de bouwplannen van project De Hoenderik. En hij heeft medestanders. Via een petitie inmiddels ruim 1900. Wij zijn helemaal niet tegen woningbouw uiteraard, want de regio heeft een grote vraag. Maar volgens ons kan dat op een andere plek veel beter. In de gemeente Bunnik is sinds 2011 sprake van ontwikkeling in het gebied De Hoenderik. Hier moet agrarische grond plaatsmaken voor woningen en natuurontwikkeling. Tegenstanders willen dat het blijft zoals het nu is, met rust voor de natuur in het Kromme Rijngebied. De discussie is vorig jaar opgeleid, omdat de plannen voor gebiedsontwikkeling weer uit de kast kwamen. Ook omdat we hier eigenlijk al 10 jaar mee bezig zijn. Hè. Het wordt tijd dat er gewoon een keer helderheid komt. Gaan we nu wel of gaan we hier nou niet iets doen? Dat zegt de wethouder die zich wel achter de bouwplannen kan scharen. En ik vind ook dat je het zorgvuldig moet afwegen. Hè? En daarom is het bijzondere van dit project dat er niet zomaar wat gebouwd wordt. Maar dat een deel van de opbrengst juist wordt gebruikt om die natuurwaarde te versterken. En kom dan maar eens om. Vanaf vanavond zijn de bouwplannen in te zien. De petitie van de tegenstanders wordt aan het gemeentebestuur overhandigd. Nou, als je kijkt wat er allemaal wordt gezegd over hoe belangrijk dit Kromme Rijngebied is, dan kan ik mij geen andere conclusie voorstellen dan dat de raad hier een streep doorheen haalt.